Goedemorgen, wij krijgen de hele tijd dit soort sms'jes binnen. Noodmelding, flash flood warning, this area. Nu staat het tot 11:15. Avoid flood areas, check local media. Dus we zien niet echt iets, behalve dat het heel grauw weer is. Maar blijkbaar is er dus kans op overstroming. Wat kind of freaky is. Maar goed, ook leuk. Het is in de buurt waar wij zeg maar willen gaan roadtrippen over een paar dagen. Dus ik hoop dat het snel voorbij is. Wij zijn in Las Vegas. Honeymoon, eerste nacht. Wij zijn wakker. Ik heb net gedoucht en het is zo grauw. Het is zo raar. Ik heb nog nooit een soort van noodmelding op mijn telefoon gehad. Maar ik krijg het dus de hele tijd ervoor overstromingen. Freaky. Maar goed, even opmaken, klaarmaken. Ik ga heel even op de computer wat doen. Laptop mee en dan gaan we zo ontbijten. Het is trouwens nu 7:00 s'avonds in Nederland. Het is hier 9:00 net geweest. Dus we zitten qua tijd best wel goed erin nu. Nieuwe schone beauty blender mee. Lifehack, als je niet wil dat je beauty blender de tafel aanraakt, gebruik je, hoe heet zo'n ding ook weer? Hoe heet dat ook weer? In ieder geval dat elastiek ervoor. Tadaa! Ik heb me opgemaakt. Ik ben iets belangrijks vergeten, namelijk de eyeliner. Altijd vergeet ik iets, mascara. Dat is wat je... Oh, Armin, vroeg. En je hebt al zo, je bent altijd al zo blij met je eyeliner. Ja. Maar weet je wat het is? Maar wat mooi is, ik moet mijn haar ook nog doen. Het is vakantie. Yay. Dus je moet alleen maar gewoon chill doen. Dus dan is het alleen maar goed dat je eyeliner niet hoeft te doen. Want anders hang je allemaal weer zagrijnige dingen. Nee, maar als we dan uitgaan, dan wil ik altijd wel eyeliner op. Ik heb wel oogpotlood, maar dit is de look van ik heb full face gedaan. Het is echt nog steeds grauw. Luchtvochtigheid is 90%. Ik heb mijn shirt niet gestreken, maar ik ga ervan uit dat hij straks wel glad is. Vind ik ineens mijn eyeliner op de grond? Is hij toch ergens uitgerold of zo? Nou ja, in ieder geval, ik ga even iets op de computer doen. Mail. Een interview die ik nog even moet beantwoorden. En dan gaan we ontbijten. Klaar! Hoe laat is het eigenlijk? Veel te laat. 11:00? Ja. Ik zit hier al een aardig tijdje op de auto. Oh, sorry. En nu regent het. Ja, nee, ja, daar was die waarschuwing voor. En we hebben daar zo lang op zitten wachten. Het begon te regenen. We hadden ook lekker kunnen futten. Hey. Oké, Foefie zit me de hele tijd belachelijk te maken, want het regent. Haha, je make-up gaat eruit. Oh, ik zat helemaal niet gemeen te lachen. Ik zeg, omdat jij zo lang hiermee bezig was. Wat? Ik moest het toch even doen? En ik zei, omdat ik zo lang regent. En ik zei, en nu dus er zit er een kans in dat je regende en van je make-up eraan gaat. Haha. Ik zei helemaal geen gemene siem, haha. Outfit of the day, dat shirt wat ik in Milaan kocht, dan dit broekje, dit is warm doek, dit zwarte slippers, anyway. We zijn even geswitcht naar slippers inderdaad. Ja, omdat het dus zo regenachtig is. Ik denk niet dat het handig is om dan sneakers aan te trekken, want die worden weer zompig. Ja, kan in principe wel uit, ja. Ja. Oké, are you ready for Vegas? Ready for Vegas. There we go. There we go. Oh, de car staat er zelfs al. Ja, weet ik veel. Oké, here we go. Kijk, zijn tas blend in met zijn shirt. Het zijn echt toeristen. En begreep ook dat het echt niemand hier boeit hoe je eruit ziet qua kleding of wat dan ook. Je loopt als... Ik heb er geen woorden voor. We gaan naar de Bahamas, dus dan druk je op casino. Oh ja, je mag bijna nergens filmen in verband met casino dingen en zo. Ja. Dus ik, ja, als de camera uitgaat, dan weten jullie hoe. Kijk, daar zie je een stukje casino. In ons hotel zit heel veel. Ik zie de Starbucks. Starbucks in hotel. Oh. Starbucks breakfast. Starbucks, ik heb een groot cappuccino met 4 shots espresso en kokosmelk. Flat white. Proof of 5. Alright, waar gaan we heen? Ik weet gewoon niet eens meer waar we zijn. En we zijn buiten en daar is nog een Starbucks. We gaan even zoek naar ontbijt. Het is inderdaad regenachtig, maar geen overstromingen hier. Oh ja, regen. Dit hoort bij ons hotel. We lopen op een soort, het lijkt wel alsof we in een pretpark lopen, jongens. En dit is gewoon Vegas. Zou je daar dan naar boven mogen? Past wel, kijk dan. Het is toch net een soort van Euro Disney of zo. Wel een beetje grauw, maar... Huh? Het is 11:30. Wij zijn een mall ingelopen waar allemaal eten is. En het is zo rustig. Volgens mij hebben wij de memo gemist dat iedereen pas om 3:00 's middags wakker wordt of zo hier. Ik heb de memo gemist.
cool. Kijk nou, maar kijk ook Forever 21, zo rustig. Dit is het, je moet in de ochtend hier winkelen, want iedereen slaapt er nog van partyen. Ja, dat denk ik ook. We zijn bij de food court. Oi, 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 oi. Nom, 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 nom. Thanks, bye. Dit is wat ik heb. En dit is wat Foefje heeft. Oh, yeah. Als ontbijt. Oh ja. Yeah. We zijn al redelijk gezond bezig. Nou. Heel veel vroegen dus ook om mukbangs van hier. Lijkt me super leuk. Alleen op locatie is dat een beetje rottig met muziek, zoals je hoort. Allemaal commerciële muziek, dat mag eigenlijk niet. Dus we gaan het wel doen, hallo. Maar dan op de hotelkamer. Maar dan moeten we bedenken wat. Kun je het meenemen? Ja, ja. Ik ga heel even deze broeken passen. Ze zijn best wel cool, maar kijk, ja. Ik vind het niks, Foef vindt het dope. Ja, ik vind het net vet. Nee, hij benadrukt hele lastige plekken bij mij. Terwijl ik moet het hebben van mijn benen. Je ziet toch niet eens verder dan mij? Nee, maar je ziet dit gewoon, dit is gewoon heel groot. Ik moet gewoon een shirtje erover dragen. Sowieso is deze te groot. Zo? Nee joh. Kom wel, dit is namelijk. Dit is heel. Een hefje of zo. Nee, dit is niet mijn stijl. Oh, die is vet. Waarom? Hoeveel is die? En wij slapen dus bij Treasure Island. En ik heb die geboekt puur om dit. Awesome, oké. Foefje is helemaal. Ja, die is helemaal Marvel fan. En ze hebben dus een mega Marvel exhibitie. We hadden even niet door dat het ook betekent dat er heel veel kinderen slapen. Oeps. Het is echt een familiehotel, maar dat maakt ook niet uit. Zijn wij ook van binnen. Ja, wij zijn het kind van binnen, dus ja. Kijk ook, het regent niet meer. Misschien denk ik. Kijk die, oh. Wauw, daarachter, die bergen. Heel mooi. Super cool. Oeh, een paar dagen gaan we. Nou, ik weet niet eens of het die kant op gaat. Weet je nog, bij Casa Versace in Ibiza, daar stonden deze beelden. Diegene had gewoon. Al deze beelden keer 100. Foef vindt het geweldig. We zijn even naar de kamer gekomen om een kortingsbon te pakken voor de Avengers. Want we hebben zeg maar van die bonnetjes gehad. En dat zit dus in dit hotel. En dat gaan we nu maar doen, want het is echt een beetje druilerig weer. En er valt verder niet zoveel. Ja, je kan het wel. Ja, er valt genoeg te doen. Nu regent het ook al niet meer. Dus. Maar we willen gewoon. We willen daar sowieso heen. Ik denk dat vandaag de beste dag is. En ook een beetje rustig aan, weet je wel. En dan, ja, dat vond ik echt een hele goede via. Wacht, hoor dit. Dat is wat Foef zegt. Ja, weet je wat je moet doen? Je moet even rustig gaan beginnen. Want ik dacht, oh, we gaan hierheen en hierheen en hierheen. En dan ga je lopen en dan heb je jetlag om 8 uur. Komt dan even knallen en dan ben je klaar. Nee joh, laten we naar. Dus ik vind het echt een heel, heel goed idee voor jou. Why, thank you. Wij zijn in het museum. Ik heb het. Ja, ja, het is heel cool. Je hebt een rondleiding met een app die je eerst moet downloaden. En wie ben jij, schatje? Oh. Die chick. Hoe? Black Widow, ja. Yeah. It's pretty awesome. Kijk nou. Foefje. Dat was zo cool. Dat was echt heel cool. Heel leuk. Als je fan bent van Marvel, alles Avengers. Hier van Avengers moet je hier wel heen. Zo zeker. Ja, heel erg leuk. En het is zeg maar, als je hier slaapt in het hotel, betaal je 2 voor de prijs van 1. Dus dat scheelt wel. Ja. Wij kregen dus de tip om absoluut bij een all-you-can-eat buffet te gaan eten. En die zit in elk hotel. Inclusief die van ons. Ons hotel is gewoon al heel Disneyland. Het is niet normaal, een hele stad alleen al hier. Dus het is nu 3:30 of zo. Kwart voor drie. Dus we gaan lunchen. Zullen we bij het begin? Dit is barbecue. Nee, we gaan niet beginnen met het toetje. Saladbar. Ja, oh, en je kan dus all you can drink, alles. Alleen alcohol moet je bijbetalen. En dit is $25. Omelet station, pizza's. Oh nee, was salad niet daar? Alleen all you can drink is dit allemaal. Je hebt ijskoffie. Yep, blueberry frost. Mokka. Ik heb ijsthee dan. Ja. Mixje, eigen mixje. Ze hebben sushi. Ze hebben alles. Het is ze niet. Hebben stuffing. Ze hebben. Sushi. Ja, maar wacht. Kijk even. Oh, Thomas! My fave. Oh. Hier, wat mag ik er nog zien? Turkey gravy. Oh, dit is echt. Stuffing. Stuffing. Of een turkey. Oh. Kijk wat ik heb. Wat heb jij? Collard greens. Voor het eerst. Oeh, nice. Dit was wat ik heb. Beetje zoete aardappel cornbread. Ik heb hier avocado met wat salsa. En Poepje heeft ook allemaal lekkere dingen. Wat is er? Cornbread en mac and cheese en collard greens. Dat is echt lekker. Wist ik niet, maar het is echt lekker. Food barbecue. Yum. Het eten hier is waanzinnig, echt. Alleen al voor het eten zou ik hierheen gaan. Ja, kook.
Oh, dit is nog niet eens het beste gedeelte. Ik wil jullie wat vertellen. Wij zijn hier naar binnen gegaan. Om 3:15. En ze zijn om 4:00 begint de avond. Dus blijf gerust zitten. Het is open tot 10:00 in de avond. Dus we kunnen vanaf hier gewoon door blijven gaan met eten. Oh, I'm totally fine with that. Ik zou, kunnen we hier niet gewoon slapen? Echt hè? Ik heb een gratis hoor. Zoete aardappelpuree. Oh. Niet boeiend? Nee. Minder pretto. Ook hier helaas veel muziek. Anders hadden we nu zo een mukbang opgenomen. Dit is dus een fried pickle. Mm. Dus een gefrituurde augurk. Let erop, het is echt augurk. Oeh. Lekker. Ja, vaag hè? Ik ga dood. Echt, serieus. Oeh, dat brownie. Ik ga gewoon van alles een klein stukje proeven en dan degene die ik het lekkerst vind, eet ik op. Want dit is echt, dit is niet normaal. Dus het maakt me altijd belachelijk om hoe ik foto's maak. Ja. Maar nu heb ik dus per ongeluk Iron Man's hoofd eruit gesneden. Hier zie je zijn hoofd het beste. Dus ik denk even een foto voor je. Wacht. Hier, met alle Avengers. Wat is er met Iron Man aan de hand? De rest staat er nog op. Ik heb het nu al zwaar en het is 3:30. Het is trouwens in Nederland 1:30 s'nachts. Dat voelt voor ons gewoon echt alsof het 3:30 is. Dus ik denk dat we er gelijk goed in zitten. Maar ik vind het nu al te overweldigend allemaal. En we hebben nog niet eens het nachtleven meegemaakt. We hebben nog niet eens buitenwereld meegemaakt. We hebben 3 seconden buiten gelopen en het regende. Dan gaan we maar eten. Dit is echt lekker. Grapefruit Izzy Twist. Gewoon water grapefruit. Deze is super lekker. En die. Maar die moeten we nog wel proeven hoor. Maar dit. Oh. En ik heb nu klimmen. Het is letterlijk cheers. Oh. Later met de spreking. Changes of outfit. We hebben onze sneakers aan. Ik heb een klein tasje mee. We gaan wandelen. We gaan lopen, ja. Oké, we zijn weer buiten. De zon schijnt weer. Zonder we even vergeten. Heb je het niet geregend? Nee, het is echt weer gloeiend heet. Ja, en het, geen druppeltje water, maar het ruikt hier overal naar sauna hout, vind ik. Ja, maar ik denk nog steeds dat dat komt omdat dat hun regengeur is. Het is gewoon net een sauna. Als het warm weer is en bij ons regent, dan heb je zo'n bepaalde geur. Hier is het zo met wow. Kijk. Hier, dat is de Venetian. Dit is de Venetian, dat is dit. Jawel, kijk maar, de Venetian, Grand Canal Shops. Oh, hoe de hel zag je dat? We gaan even wat hotels af. Want dat schijnt heel leuk te zijn om daar gewoon overal naar binnen te gaan. Mirage, oh daar was de man. In Venetian. Super dope. Dit is waar je met gondels kan varen. Het is zo nep. Het is helemaal nep. Je krijgt de hele tijd op straat kaartjes. Collect them all. We kunnen de kaartjes niet filmen, want het zijn naakte chickies. Maar ja. We nemen het wel steeds aan. We hebben wel denk ik wel een mooie. Maar misschien, we hebben dubbele. We moeten ze gewoon allemaal dubbelen. We gaan ze wisselen met... Yo, dat is ook een goeie. En de hele tijd mensen die ze deze uitdelen. Daar lopen we net voorbij. En ook veel mensen die dus alles kwijt zijn. Bijvoorbeeld zitten te bedelen. Het is wel echt zielig. Oh, de watershow. We kijken zo even dichterbij. En de Eiffeltoren nagebouwd. Britney! Ze doet helaas alleen niet haar show terwijl wij hier zijn. Oh, ze zal vakantie hebben. Nee, ze heeft geen shows. Ik denk dat ze vakantie heeft. Dit is Jello Shots. En Jello Shots. Oh, Jello Shots. Het is hier zo overweldigend en veel en alles in kleuren en geluid. En ik vind het helemaal geweldig, maar ik snap wat ze bedoelen met 3 weken Vegas. Dan ben je... Want mensen zeggen tegen ons, wow, 2,5 week. Dat is echt niet goed. Ik snap waarom. Kijk, MGM, Hakkasan. File. Oké, tot nu toe. The Love Factory. Het is gewoon. Het is fun. Ja, het is zo leuk om net uit. Hey, dat. Hey, kijk dit bijvoorbeeld. Het is echt super cool. En... Oh, wauw, je filmde het perfect. Er ging net een achtbaankarretje vanaf. Het is gewoon, maar het is allemaal zo nep. Het is al fake. Ja, zo zeker. Kijk de Luxor. Holy cow! Wow. Even serieus, dat zijn de kamers van het hotel? Bizar. Dubbel shot espresso voor allebei. Yes. Is het dag? Is het avond?
Ja, ik dacht al wel dat hier lampen aangaan, maar... Ik weet het niet. Ik weet niet hoe laat het is. Ramen zijn of zo. Ik weet het allemaal niet. Het is niet normaal. We komen niet weg. We komen random, lopen we weer een hotel met casino binnen. We komen er niet uit. We komen uit een van de Reese's World, waar ze allemaal Reese's dingen hebben. Het is echt gewoon... Ik vind het gewoon te grappig. Het is gewoon zo grappig. Wat? Peanut butter chips van Reese's. Oh. Pretty. We staan voor de Bellagio te wachten, want zometeen komt die fonteinenshow weer. En dan is het 8 uur. Dat denken we dat hij dan komt. Dat we denken, want iedereen staat hier. Ja. Ik voel me wel echt heel gaar. Ja. We willen nog feesten vanavond, maar ik denk dat we even een dutje gaan. Hoe laat? Jij wilt 8? Feesten. 10:30. Sorry. Dan denk ik een dutje doen vanavond. Even nappy. Iets even klaarmaken, eten en dan naar de club. Ik ben meer fysiek gaar dan dat ik mentaal ga. We zitten al wel in ritten. Ja, mentaal wel, ja. Maar het is gewoon even, ook al dat lopen vandaag en alles wat we hebben gezien, het is heel veel. Maar we hebben wel alles gezien, hoor. Ja, althans veel. We hebben veel, we hebben echt helemaal gelopen de hele dag. Ja. Onze geliefde CVS. We hebben even een paar dingetjes gekocht bij de CVS. Zalf voor Foefjes handjes. Hij heeft last van zijn eczeem. Ik heb deo. Ik heb hier een douchegel. Want we hebben een kleintje mee, maar die is nu al bijna op. Water. Tonnemeer, tandpasta. En een douchepoef. Hey, ik ben net wakker van de nappy. Foefje ook. Het is 10:15. We hebben heel veel dutje gedaan. En ik spring heel even onder de douche. Dan ga ik me klaarmaken voor partyen. Ik kan al niet meer. Maar ik wil, jee. Ik ben me aan het opmaken en ik ga mijn haar krullen met deze. Deze tang heb ik echt al jaren. En die kocht ik ooit in Amerika. En die werkt dus alleen in Amerika. Dus als ik naar Amerika ga, doe ik mijn haar hiermee. En hij is dus 2,5 inch. Het is zo huge. Qua grootte dat je gewoon één mooie slag krijgt. Dat is perfect, want je hebt het ook in 3 seconden gedaan. Oké, de look zit erop. Heavy wimpers. Wel hele nieuwe lippen. Beter zo. Ja, en dit is Foefje. Foefje. Ja. Oh yes. Very nice. Dit is mijn outfit. Best wel een hele degelijke jurk die ik bij me heb. Hij is van achter wel doorzichtig, maar het is... Ja, erg degelijk. Maakt niet uit. En ik heb dan mijn trouwschoentjes aan. En dit is mijn Michael Kors tasje. En ik ga de vlog afsluiten. Want ik neem de camera niet mee. Welterusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye bye.